Yo mensen, welkom. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. We zijn laatst geweest bij de Big Bazaar. En bij Action met nog geen vuurwerk, Big Bazaar wel. En daar hebben we een paar dingetjes gehaald, zoals wel meer mensen tegenwoordig op YouTube. Nou, ik zal maar gelijk beginnen. Ik heb gewoon eigenlijk alles gepakt wat ik heb gezien. Ik heb de B2B Back to Basic Kids Mix lang gehaald. Van allemaal kleine dingen zo erin. Zo. Nou, daar zitten fonteintjes in, trektouwtjes, Morning Glory, sterretjes. Wat spotjes, wat is dat nou, ja? Bottle poppers, knalherten. Gewoon dat allemaal. En dan twee keer. Dus twee sterks. Nou, gaan we naar de volgende. Dat is een jeugdpakket. Het is allemaal categorie 1 trouwens. De mensen die dat nog niet wisten, denk ik wel. Back to basic line. Nou, wat zit erin? Crackling balls. Deze lijkt me eigenlijk best wel leuk. Crackling balls, allemaal crackling. Disco fountain. Small fountain, blinkies. Daar. Hop. Nou, daar hebben we er twee van. 2-2. Wat hebben wij nog meer in de toverdoos? Grondbloemen gehaald. Ik weet eigenlijk niet waarom, want ik heb ze vorig jaar ook gehaald. En ze zijn, als ik heel eerlijk ben, hartstikke kut. Maar ja, ik denk van, ik pak alles, ik zie alles. Dus dan doen we dat maar. Twee grondbloemen. Pakjes zitten er 32 in. Dat is 64 stuks. Nou, dat kost er geen drop. Volgens mij zit het bonnetje nog erin. Dus dat houdt in dat jullie de prijs zo meteen laten zien. Hailstorm en Flashing Demons. Volgens mij hadden die Flashing Demons een hele andere verpakking. Maar dit zijn dus eigenlijk stroboscoopjes, hele kleine. Twee pakjes ook van. 1,75 gram flits tabletten staat er nog op hier. Zie je? Flits tabletten categorie 1. Hop, twee stuks. Gewoon voor mij wel leuk. Nou, ze waren het net aan het inruimen, dus vandaar dat ik misschien zoiets heb van het is best weinig en dat ze het niet zo veel hebben gedaan. Even kijken. Disco Crackers. Disco Cracker Fountain. Een klein pakje. Dus dat was het. Ga ik de prijs even opnoemen. Ja, je mag het ook wel zien. Dan. Dat zijn ze. Nou, was in totaal €20,45. Eigenlijk best prijzig. En meer kan ik er niet van maken. Dit was het. Zet de beeldscherm anders op pauze. Dat is ook wel handig als je de prijzen nog een keer zou willen zien. Nou, in ieder geval, dat was het weer. Leuk dat jullie kijken. En voor deze video nou leuk. Of informatief qua prijzen. Hè? Doe dan even een duimpje omhoog. Het zou sowieso fijn zijn als jullie dat deden. Nou, in ieder geval, zoals ik zei, hartstikke bedankt voor het kijken. Duimpjes omhoog. En tot de volgende video. Peace.